Zit hij goed? Kom maar op. Welkom bij een nieuwe Google Update, waar we je vertellen wat er in de eerste grote update zit voor je Pixel 7. Elk kwartaal is er een Pixel Feature Drop met allemaal nieuwe functies waardoor je Pixel beter wordt. En omdat het 5 december is, hebben we niemand minder dan Sinterklaas te gast om ons meer te vertellen. Sinterklaas, wat fijn dat u nou juist op 5 december tijd voor ons kon maken. Het is een hele spannende dag voor mij en alle Pietjes. En we hebben gelukkig de route goed uitgestippeld via Google Maps. Dus we hopen snel klaar te zijn vanavond. Kijk, dat scheelt natuurlijk inderdaad. Nou ja, laten we het maar over de Pixel Feature Drop hebben. Dat is eigenlijk een cadeautje voor de mensen die al een Pixel 7 hebben. Precies, Rachid. De tas is digitaal gevuld, vol nieuwe features waar we heel enthousiast over zijn. Nou, ik ga er even voor zitten, Sint. Wat is de eerste in de Feature Drop voor Pixel 7? De allereerste feature is VPN van Google One. Maar weet u wel wat dat is, een VPN, Sinterklaas? Een VPN-receipt is een versleuteling waardoor alle geheimen van de Sint bewaard blijven, zodat alle pakjes een verrassing blijven. Oh, dus u gebruikt zelf ook een VPN? Sinds de beta uit is, is Sint groot fan dit jaar. Sinterklaas is een beta-gebruiker van de software. Altijd het nieuwste van het nieuwste. Met de tijd mee, Rachid. Jazeker. Ja, de VPN van Google One die bestond dus al. Maar wat er nieuw is, is dat je die kosteloos kunt gebruiken als je een Pixel 7 hebt. Dus zo wordt je internetverbinding veiliger. En trouwens, ook Google kan niet zien wat jouw internetverkeer is als je de VPN van Google One gebruikt. Wat is er nog meer nieuw, Sinterklaas? Eentje waar de Sint heel enthousiast over is, namelijk Clear Calling. Aha, en wat doet dat dan? Clear Calling zorgt ervoor dat, ondanks dat je in een hele grote ruimte staat waar veel geluid of ruis is, dan blijf je nog perfect verstaanbaar voor de anderen aan de lijn. Aha, dus als ik een Pixel heb en ik heb iemand anders aan de lijn die misschien midden in een storm staat, dan kan ik diegene toch goed verstaan. In een druk vliegtuig bijvoorbeeld, vol met pakjes, laadruimtes, bedrijvigheid, kom ik zuiver op de lijn. Ik begrijp dat u het al geprobeerd heeft. Het is waanzinnig, Rachid. Clear Calling, in het Nederlands helder gespreksgeluid, kun je aanzetten in de instellingen van je Pixel-telefoon. En dan kun je de ander dus beter verstaan. Ook al heeft hij een totaal andere inferieure telefoon. Maakt niet uit. We hadden het net over de VPN die je internet veiliger maakt. Maar er zit nog iets dat goed is voor je veiligheid en je privacy in de Feature Drop, hè, Sinterklaas? Precies, Rachid. Want eigenaren van een Pixel-telefoon hebben nu hun eigen veiligheidscentrum op de telefoon. En wat kan ik dan in het veiligheidscentrum? Het is één plek waar je al je privacy- en security-instellingen voor jou als gebruiker kan aanpassen. Dat is makkelijk. En er worden ook nog aanbevelingen gedaan als er iets misschien niet helemaal in de haak is. Dus dan kun je alles zo veilig en privacy-vriendelijk maken als je zelf wil, zonder dat het veel tijd kost. Exact, Rachid. En zelfs de AVG-Piet ziet erop toe dat alle instellingen daarvoor gewaarborgd zijn. Ja, heeft u eigenlijk een functionaris gegevensbescherming in de Sinterklaas-organisatie? De vacature staat open, maar tot nu toe zijn we nog op zoek naar de perfecte kandidaat, Rachid. Oké, ja. Nou ja, ik zou zeggen, laat een reactie achter onder deze video als je bij Sinterklaas wil werken. Denk goede arbeidsvoorwaarden in Spanje. Ja, videobellen, thuiswerkplek, alles erop en eraan. Nou, en dan is er, heb ik gehoord, Sinterklaas, nog één functie die we nu alvast bekendmaken voor volgende maand. Er is een hele spannende, inderdaad. En die heet Spatial Audio. Zo, dat klinkt wel heel spannend. Ja, weet je wat het is, Rachid? Ik heb een vermoeden, maar ik ben benieuwd, Sinterklaas. Spatial Audio neemt de gebruiker wanneer die bijvoorbeeld via Pixel Buds naar muziek luistert of een podcast, neemt je mee in de ruimte, waardoor het lijkt dat de mensen om je heen staan die aan het praten zijn of muziek spelen. Ja, dat is mooi, hè. Dus als je een film kijkt die normaal misschien wel met 5 speakers werkt, weet je wel, als je een home cinema hebt of gewoon in een echte bioscoop, dat zit dan straks in je Pixel Buds Pro. Zit ook head tracking bij. Dus stel het geluid komt van die kant en je draait je hoofd een beetje zo, wordt er geregeld dat geluid dan ja precies nog steeds uit de juiste hoek komt. Maar dat is dus nog even wachten. Ik heb ze nu in. Oh, dat kunnen we niet zien, maar dat u heeft in de beta. Het is net alsof het ruimtelijke geluid om je heen speelt. Prachtig. Dus dat zit vanaf volgende maand in de Pixel Buds Pro.
Nou, dank u wel voor de digitale cadeautjes voor de Pixel-gebruiker, Sinterklaas. Fijn dat u even tijd had. Wanneer gaat u nou terug naar Spanje? Ja, eerst zit de digitale tas vol met cadeautjes in de vorm van features voor onze Pixel-gebruikers. Ja. Vanavond komen de echte pakjes. Dus het is een spannende avond waarin alle Pietjes op tijd de pakjes gaan bezorgen. En dan hoop ik morgen zoetjes aan huiswaarts te keren. Met het vliegtuig, geloof ik, hè? Dit jaar met het vliegtuig, inderdaad. Oh ja, inderdaad. Dat gaat wel een stuk sneller, volgens mij. Nou, dank u wel dat u er was. En hopelijk zien we u volgend jaar terug. Misschien heeft u dan meer digitale Pixel cadeaus. Het zit er goed in. Laten we het hopen allemaal. Is het trouwens zo dat u geabonneerd bent op het kanaal? Wie abonneert, krijgt meer. Dat is wel waar, Sinterklaas. Dus iedereen, abonneer, dan krijg je meer. En we zien je gauw weer bij een volgende Google Update. Dankjewel allemaal. Tot ziens. Dag hoor.